Goedendag mensen, Jacco staat er weer klaar voor. Ja, zeker. We hebben hier wat te doen. Hier zo zien we al een prachtige nieuwe regenpijp. Ja. Dat is een groot verschil ten opzichte van hoe het vroeger was. En hier beneden heb je ook al het een en ander gedaan, hè Jacco? Ja, dat was zeg maar een soort van, ik weet niet hoe ze dat noemen, maar ik noem het een sifonput. Mhm, ja. Nou, dat is allemaal oude meuk. Een riool onder het huis vervangen. Ja. Nou, die put die mag er ook uit. Ja, en een mooie mantelbuis zien we hier alvast lopen. Ja, dat gaat naar de schuur toe, net zoals die stroomkabel. Mm-hmm. Want die oude stroomkabel, ja, het was zo oud, dat durfden wij eigenlijk niet meer aan. Dus, maar goed, dat is voor later, maar het ligt er in elk geval al. Ja. Dus alleen die oude put moeten we even wegtikken nog. En dan kunnen we PVC stuk erin gaan leggen. Let's go! Glinsteren, zie je dat? Dat zien we daar wel, ja. Daar, ja. Hoek. Ja. Nou, dan kan ik droog maken en dan gaat daarna weer glinsteren. Zullen we het droog maken? Ja. Weer stofzuiger aan het. Ja, droog. Ah ja, we zien ook dat het droog is nu. En net ging het weer lopen, maar nu misschien niet. Ja, als je nat worden. Ja. Nu komt het. Ja, gaat wel een beetje glinsteren. Ja, dat ziet er. Nou, dat zou grondwater kunnen zijn dan, hè? Ja. Klasse. Ik kan zo tandarts worden, geloof ik. Ja, ik hoor het ook, ja. Even polijsten. Eerst even voorlijmen. Pak even mijn waterpas. Ja, en nog niks gelijmd. Dit is hoe het erin moet gaan zitten. Netjes. Even voor de duidelijkheid, er loopt dus een stukje zo. Dat is nu nog afgedopt. Daar heeft Jacco nog mooie toekomstplannen mee voor later. Dat is niet goed nog steeds? Of denk je van hij moet stoppen? Denk je dat het goed gaat? Wat hij aan het doen is. Nou ja, ik ga beter stoppen. Ik klap met de armen. Shit zeg. Dan gaan we een vloopje erin maken van 110 naar 75 voor het putje. Hey. En de regenpijp. Oh, even stil zijn, Sam. We zijn aan het filmen. We zetten nu wat steentjes eronder te schuiven. Om uiteindelijk te kijken dat we voldoende afschot creëren. Dat het gas natuurlijk wel mooi opzij loopt. Zo, de zijkant even netjes afpurren. Dit is dan waar je netjes vindt natuurlijk.
hangt. Ja. Hè? Als je ziet bij jou hoeveel pur er onder wc hangt, dan... dan weet je hoe zuinig ik ben. Voordat we dus de PVC-lijm toepassen, roeren we eerst het oppervlak wat op met een beetje schuurpapier. Zo is dat. Nu gaan we dus een stukje regenpijp zagen. Vandaar tot beneden. Yes. Super. Hierboven zit een beugeltje. En hieronder doen we ook een beugeltje. Dacht jij net als ik even hoe loopt mijn waterleiding? Nee, naar achter. Ja, nee, gelukkig. Jongens! Het is inmiddels een beetje donker geworden. We gaan nu dus het laatste stuk van de regenpijp aansluiten. En daarvoor gaan we alles even loshalen wat nog los kan. En dan straks weer lijmen. Zo is dat. Eén waterpas. Twee waterpas. Drie waterpas. Ja. Thuis kunnen jullie het natuurlijk niet ruiken. Maar Jacco en ik kunnen jullie verzekeren dat er geen lekker luchtje uitkomt. Het gaat regenen snel. Ja, moet opschieten. Ja. Oh, zie je eerst tempo. Ik kan niet lang met je praten. Tempo. Tempo. Fasta. Tempo. Oké. Okay. Kunnen we dit lekker boven de grond nemen? Welkom bij onze hobbyclub. Ja, echt hoor. Dat was het probleem dat ik die dingen eraf haal met lijmen, weet je wel? Die markering. Ja? Ja. En hoe zat het daarna? Ja, precies. Precies. Ja, mooi. Mooi. We zijn weer terug. Ja. Nou, dan gooien we de put daarin. Doei. Ja, precies. Mooi. Perfect geloof ik. Dacht ik. Wat we nu gaan doen is, we gaan eerst daar het beugeltje loshalen. Dan kunnen we alles verschuiven. Dan gaan we volgens dit erin doen. En dan kunnen we hem daar mooi in schuiven. Plan of attack. Let's go. Yes. Ja. Ik heb hem. Oké, laat hem los. Ik sta er ook beter bij. Ja. Net een beetje nauw. Een stukje van de buis afhalen.
Nu heb je echt niet genoeg ruimte. Nee. Ah. 2 centimeter eraf. Geen probleem. Yes, ik heb hem. Zoek ik hem even vast, hè? Ja. Ik ben zo afgehaald. En anders komt hij zo naar beneden. Kijk, beneden zit hij erin geschoven. En daarboven past hij ook. Als het goed is, kun je alles dan doorschuiven. Super. Mooi. En dan zit hij erin, zei je? Ja. Zo. Het laatste beugeltje. Ja. Helpt toch wel eens het kan zien? Ja. Ja, mooi. Yes. Is goed vast? Dat is hem. Mooi man. Tevreden mee? Ja, heel erg. Jij? Ja, zeker. Zo, voor de sier. Zet nog even het putje erop. Kunnen jullie zien hoe het eruit zou kunnen zien, hè? Ja, als het niet gegooid is. Ja. Nu al een beetje hoog nog. Het idee. Ik heb het niet goed gemeten. Niet zo goed gemeten. Maar dat maakt niet uit. To be continued. Ja, maar dat. Er zijn oplossingen voor. Kun ik de rest van de tuin niet ophogen? Ja, nou, dat wordt sowieso gedaan, denk ik. Dus dat, ja. Het is niet echt goed. Een probleem, zeg maar. Helemaal goed. Dat was voor deze video. Ja. Wat moeten de mensen thuis doen? Ja, duimpje omhoog doen. Zeker. Even berichtjes achter. Comments achter. Ja. Liken. Kijk dan, we zitten hier in het donker te filmen. Dat vind ik. Ja. Het zit donker helemaal, vies. Ja. Stenen, modder. Dat is wel een duimpje waard toch op zijn minst. Zeker. Home improvement, hè. Home DIY. Improvement. Ja. Dat is de shit tegenwoordig. Ja, zeker. Nou, dit is zeker een home improvement. Ja, wat een improvement. Ga de ladder terug, de ladder terugbrengen. Lekker douchen. En dan zeg ik fijne avond. Pasta la pasta.